Beste aanwezigen, van harte welkom allen in de zaal en ook aanwezigen bij de livestream. Deze speciale bijeenkomst, de presentatie van het nieuwe boek van Sebastian Rijn met als titel American Power and the Cloak of Idealism. Welkom aan de auteur Sebastian uiteraard, welkom aan Paul die net aankomt, hartelijk welkom en aan de eregasten de familie Wesseling. Ik zal zo duidelijk maken wat de rolverdeling is tussen hen gedurende dit uur. Tussen twee haakjes, mijn naam is Bram Bokshoorn en ik heb het voorrecht om deze sessie te leiden. Ik zal het een beetje doen in de geest van Chris Wallace. Die zei, ik ga mij onzichtbaar maken gedurende dit uur. Alleen aarde dat in een enorme chaos en dat zal ik ten koste van alles willen vermijden. Daar kunt u van op aan. Voordat we van start gaan, wat dringende huishoudelijke mededelingen. In de eerste plaats moet ik u aan herinneren dat de omgangsspelregels zijn dat u 1,5 meter afstand moet houden. Dat heeft u wel gemerkt. U mag niet staande praten of met elkaar discussiëren. Juist. En na afloop van het inhoudelijk gedeelte is er in verband met deze coronamaatregelen helaas onder dit dak geen gelegenheid om de auteur te feliciteren. Of om aan zijn hoofd te zeuren om een gratis exemplaar te verkrijgen. Ten tweede, bij de zaaldiscussie komt de microfoon naar u toe, dus blijft u dan ook rustig zitten. Dit gezegd hebbende, centraal in deze bijeenkomst staan tenminste twee heren, twee mannen. De voormalige Franse president Charles de Gaulle en Sebastian Rijn. U begrijpt, ik wil de beide één keer in één adem noemen. De eerste is het onderzoekobject en de andere is het subject van het boek. Het boek is in de kern historisch. De vertaalslag naar het heden is echter niet alleen onweerstaanbaar, de parallellen zijn ook verbluffend zichtbaar of zichtbaar te maken. Ik heb het vermoeden dat dit aspect nog wel aan bod zal komen. De volgorde van dit programma is als volgt. Zo dadelijk zal ik de auteur vragen naar voren te komen en de aftrap te geven voor het inhoudelijk gedeelte. Daarna zal hij het eerste exemplaar overhandigen aan onze eregast, mevrouw Wesseling. Het boek is opgedragen ter nagedachtenis aan professor Henk Wesseling, de promotor van de auteur. Daarna spreekt de zeer ervaren journalist-commentator internationale betrekkingen Paul Bril, werkzaam bij De Groene Amsterdammer, De Volkskrant, Het Parool. En niet te vergeten, heel belangrijk, een correspondentschap in Amerika. En hij paart grote kennis van en scherpe analyses van een aantal grote onderwerpen als het Midden-Oosten, Europese en Amerikaanse politiek. Aan elkaar, om eens een paar vakgebieden te noemen. En daarna is het de tijd voor de zaal om vragen te stellen. En om 5 uur precies stoppen. Allereerst, Sebastian Rijn. Ik geef je graag het woord. Het is me groot genoeg je te introduceren. De meesten kennen jou hier al. Nog een paar woorden over jou. Historicus, gepromoveerd in Leiden bij professor Wesseling. Daarvoor onder andere gestudeerd in Bologna. Aan de Johns Hopkins University. Sebastian werkt alweer gedurende geruime tijd bij het ministerie van Defensie in allerlei verschillende functies. Hij publiceerde samen met anderen, maar onder zijn auspiciën, het belangrijke rapport Verkenningen uit 2011, als ik mij goed herinner. En twee eerdere boeken, Atlantis Lost en Allies or Aliens. Een veelschrijver, kortom. Het is mij een groot genoegen hem uit te nodigen om hier de openingswoorden te spreken. En mag ik een warm applaus voor Sebastian. Dankjewel Bram. En ontzettend leuk dat u er allemaal bent. Dat zeg ik trouwens ook tegen de mensen thuis. Die zijn daar. Ik val met de deur in huis. Charles de Gaulle leeft. Dat wil zeggen, de geest van de grote Franse staatsman waart rond. 50 jaar na zijn overlijden, 54 jaar na de Franse terugtrekking uit de NAVO, 57 jaar na zijn eerste veto tegen Brits lidmaatschap van de Europese gemeenschap, 62 jaar na de stichting van de Franse Vijfde Republiek en 80 jaar na zijn befaamde radiooproep vanuit Londen aan alle Fransen. Rien n'est perdu, parce que cette guerre est une guerre mondiale.
Niets is verloren in de strijd tegen Nazi-Duitsland, want deze oorlog is een wereldoorlog. De rest is geschiedenis, het soort geschiedenis dat diepe sporen heeft nagelaten. De geest van de Gaulle duikt de laatste tijd vooral vaak op in The Economist. Boris Johnson, de Britse premier, kreeg van het Britse blad het dringende advies een biografie over de Gaulle toe te voegen aan zijn zomerlectuur. It might remind him of the importance of both dignity and high seriousness in political affairs. Emmanuel Macron, de Franse president, gaf eind vorig jaar een heel lang interview aan datzelfde Britse blad. Ook daarin stak de Gaulle zijn hoofd om de hoek. Macron verklaarde namelijk de NAVO hersendood, brain death, in nogal als een balancing power in de wereldpolitiek te positioneren. Macron behoort in de Franse politiek niet tot de gaullistische bloedgroep, maar zijn presidentiële opvattingen roepen krachtige herinneringen op aan zijn roemruchte voorganger. Voor de meeste Fransen blijft de Gaulle hoe dan ook de grootste Fransman aller tijden. In een bekende peiling stak hij met kop en schouders boven zijn concurrenten uit. En niet alleen omdat hij met 1,96 meter ook echt de allergrootste was. Hij versloeg Napoleon, Zinedine Zidane en Louis de Funès met gemak. Het mogen duidelijk zijn, de nalatenschap van de Gaulle doet ertoe. Zij doet er zelfs meer toe dan ooit sinds het einde van de Koude Oorlog, inmiddels alweer 30 jaar geleden. Er valt zeker wat te leren van zijn kijk op de wereld, nu de hoogtijdagen van het mondiale liberalisme achter ons liggen, de geopolitiek weer in zwang is, de fragmentatie van Europa en het Westen op de loer ligt en de internationale veiligheidssituatie verslechtert. Of, zoals een Britse biograaf schreef, in the harsh climate awaiting us, a touch of tough, Gaullist love looks in order. Vandaar dit boek. Zelf verdiepte ik mij voor het eerst in de Gaulle's leven en denken tijdens mijn studie. Ik was in de eerste plaats geïnteresseerd eigenlijk in de Amerikaanse buitenlandse politiek. En de dubbelzinnige houding van de Amerikanen jegens Europa. De dubbelzinnige verhouding tussen de New World en de Old World. Al snel raakte ik echter ook geboeid door het markante en vaak halsstarrige leiderschap van de Gaulle, met wie de Amerikanen voortdurend overhoop lagen. In mijn vorige boek, Bram noemde het al, Atlantis Lost, stond de Amerikaanse kijk op de affaire de Gaulle centraal. In dit boek gaat het om de Gaulle zelf. Het gaat over zijn politieke uitgangspunten en zijn geschil met de Amerikanen over de aard van hun macht. Over het staatsmanschap van de Gaulle bestaan hardnekkige beelden. Velen zullen denken aan een hautaine nationalist met autocratische trekjes. De historische de Gaulle dacht echter aanzienlijk genuanceerder. Hoewel voor de Gaulle het nationale belang van Frankrijk voorop stond, was hij geen nationalist in enge zin. Zeker zo belangrijk was zijn politieke conservatisme. De Gaulle was voorstander van de modernisering van de Franse economie. Maar hij stond wel kritisch tegenover de maatschappelijke gevolgen van het industriële kapitalisme. Hij hechtte geloof aan een Europees beschavingsmodel, waarin de Franse cultuur een, zo niet het, hoogtepunt vormde. En dat zich onderscheidde van zowel het kapitalisme, het ongebreidelde Amerikaanse kapitalisme, als van het communisme, ongebreideld in zijn ogen. In buitenlands politiek opzicht was de Gaulle een realist met een scherp oog voor verhoudingen tussen staten. Hij onderstreepte echter ook het belang van zelfbeheersing in de internationale politiek en nam daarbij een voorbeeld aan de raison d'état-politiek van het Ancien Régime, niet aan Napoleon. De Gaulle geloofde in het belang van Europese samenwerking, al had hij een grote hekel aan de Europese Commissie. Van vrede op het Europese continent kon volgens hem alleen sprake zijn als de Europese natiestaten erin zouden slagen een duurzaam evenwicht te bereiken. Als Frans president heeft hij een blijvende stempel op de Europese samenwerking gedrukt. De Europese Raad van Regeringsleiders, waar premier Rutte regelmatig de degens kruist met zijn Europese collega's, is daarvan het meest sprekende voorbeeld, samen met de Frans-Duitse samenwerking. Het VK wist na de dood van de Gaulle eindelijk toegang tot de Europese gemeenschap te verkrijgen. Maar met de Britse uittreding zijn we weer terug
bij de Gaulle's opvattingen als het VK, over het VK als een maritieme natie die vooral een andere kant op kijkt. Misschien had hij daarin dan toch gelijk. De Gaulle had ontegenzeggelijk ontzag voor het Amerikaanse model. En hij zag in de VS een verwante natie, ook al heeft hij de VS nooit helemaal begrepen. Ten aanzien van Europa was in zijn ogen voor de VS vooral een rol op afstand weggelegd. Hij was ervan overtuigd dat Frankrijk en West-Europa zich voor hun veiligheid nimmer geheel op de Amerikanen zouden kunnen verlaten en daaruit consequenties moesten trekken. Wat zou hij tegenwoordig hebben gevonden van president Trump's America First beleid? De Gaulle was in zijn tijd de belangrijkste Europese criticaster van het Amerikaanse buitenlandbeleid. Hij kreeg Amerikanen regelmatig op de kast. En er zijn heel wat flessen Bordeaux-wijn over de straten van New York uitgegoten. Wat veel Amerikanen misschien nog wel het meeste stak, was dat de Gaulle de VS betichtte van klassieke Europese machtspolitiek. Het Amerikaanse idealisme was, naar het oordeel van de Gaulle, vooral een vijgenblad. As was only human, zo schreef hij over een conversatie die hij met Roosevelt had in 1944 in het Witte Huis. As was only human, his will to power cloaked itself in idealism. Vandaar de titel van het boek. American Power and the Cloak, Mantle of Idealism. The Great Quarrel Between de Gaulle and Uncle Sam. Quarrel. Want de Gaulle liep niet weg voor een twist. Zoveel is duidelijk. Integendeel, hij spon er garen bij. Of zoals het citaat luidde, dat hij van een Franse vertaling van Shakespeare had geleend. Être grand, c'est soutenir une grande querelle. Dus waar ging die twist van de Gaulle met Uncle Sam dan over? Nou, in het boek richt ik mij vooral op de belangrijkste uitdrukkingsvormen van de Amerikaanse hegemoniale macht. De atoombom, de NAVO, de dollar en Amerikaanse interventie in Vietnam. Global interventionism. Vooral de ontwikkeling van de voorste frap was een belangrijke zet vanuit Frans perspectief. Het Franse atoomwapen doorbrak het Angelsaksische monopolie op kernwapens binnen de NAVO. Het gaf Frankrijk een krachtig instrument in handen tegenover zowel zijn vijanden als zijn bondgenoten. Wat dat laatste betreft ging het trouwens niet alleen om de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie. Maar zeker ook over Duitsland. Toen Henry Kissinger de Gaulle eens vroeg hoe hij West-Duitsland dacht in toom te houden zonder de NAVO, antwoordde de Fransman uit de hoogte, par la guerre. Dat was geen grapje. Minder bekend, maar zeker zo interessant, is de twist tussen Parijs en Washington over het internationale monetaire stelsel. De Gaulle viel de bevoorrechte positie van de dollar aan. Hij wisselde op grote schaal Amerikaanse dollars in voor goud uit Fort Knox. We pleiten de terugkeer naar de goudstandaard. Acties waaraan hij de prachtige naam Goldfinger, bijnaam Goldfinger, dankte. Maar al het geruzie over de iconen van Amerikaanse macht moet ook in perspectief worden geplaatst. Het kan het zicht ontnemen op de kern van de zaak. Namelijk dat de Gaulle met al zijn acties al met al nooit de deur voor samenwerking met de VS sloot. Zo bood Parijs uiteindelijk een bruikbaar kanaal voor de onderhandelingen met Noord-Vietnam. Tegen die tijd had de Gaulle ook zijn aanvallen op de dollar gestaakt. De Franse frank was plotseling onder druk komen te staan van de crisis van mei 68 en de opkomende Duitse mark. En Lyndon Johnson hielp hem uit de brand. En de NAVO had weliswaar Frankrijk verlaten en zich in Brussel gevestigd, maar de Franse troepen bleven gewoon in slagorde in Duitsland opgenomen. Zelfs het Franse atoomwapen hield met het aantreden van Richard Nixon op een splijtswam te zijn. In het diepste geheim werd aan het einde van de Gaulle's presidentschap de basis gelegd voor nucleaire samenwerking met de Amerikanen. De Gaulle en Uncle Sam stonden dus ook altijd zij aan zij, when the chips were down. Ook dat is deel van het verhaal. Had de Gaulle het gelijk aan zijn zijde in zijn geschil met de Amerikanen? De grote Amerikaanse journalist, de grootste misschien wel van de 20e eeuw, Walter Lippmann, omschreef de Fransman ooit als een man who can't see very clearly what's right in front of him, who sees pretty well what's across the room or halfway down the street, but who sees perfectly what's in the distance.
In de epiloog veroorloof ik mij niettemin enkele kritische kanttekeningen bij de Goals Grand Design. Dat ontwerp was zeker niet vrij van inconsistenties. De belangrijkste inconsistentie is wel dat het succes van zijn onafhankelijkheidspolitiek afhankelijk was van de blijvende Amerikaanse betrokkenheid bij de Europese veiligheid. De Gaulle kon eigenlijk niet zonder Uncle Sam, ook al leek hij vaak die indruk te wekken. De belangrijkste algemene deler van zijn opvattingen was dat het Franse belang ermee werd gediend, wat alle tegenstrijdigheden gladstreek. Ondanks deze tekortkomingen staat het niettemin buiten kijf dat de Gaulle nog veel te vertellen heeft. Zeker nu de psychologische afstand tussen de Verenigde Staten en Europa sterk is gegroeid. Nu de Britten de Europese Unie gaan verlaten. En staten zich weer opdringen als actoren in de internationale politiek. Ik beperk mij tot 3 afsluitende observaties daarover. Ten eerste, de Gaulle had, ondanks zijn meningsverschillen met de VS, altijd scherp in de gaten dat er een fundamenteel politiek en moreel verschil bestond tussen het Westen en de Sovjet-Unie. Het verschil tussen vrijheid en dictatuur. Ook in deze tijd moet dat verschil bepalend blijven bij ons oordeel over de veranderende geopolitieke verhoudingen en de positionering van Europa. Onder president Trump hebben de Verenigde Staten hun cloak of idealism schijnbaar afgelegd. Maar laten we niet vergeten dat de politieke beginselen waarop de macht van andere grootmachten, Rusland en China voorop, is gebouwd, nog veel verder van ons wegstaan. De toekomst van onze veiligheid en van onze waarden blijft onlosmakelijk verbonden met de toekomst van het Westen. De Gaulle, realist en democraat, begreep dit in zijn tijd ook. Ten tweede, in schijnbare tegenspraak met het eerste punt, de Gaulle's oproep tot een onafhankelijke Europese stem in de wereldpolitiek is relevanter dan ooit. Nu Europa wordt gedwongen zijn plek in de wereld opnieuw te doordenken en misschien zelfs te bevechten. Het is van levensbelang dat wij op Europese schaal strategisch en geopolitiek leren denken en handelen. Dat is ook een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. Europa moet veel meer bereidheid tonen om politieke en militaire verantwoordelijkheid te dragen voor de veiligheid op het Europese continent, enigszins in de geest van de Gaulle. Europa gaat het als civiel macht niet redden in deze wereld. Realpolitiek en raison d'état zijn ook nodig. De scheiding tussen economie en veiligheid was bijvoorbeeld de norm in de afgelopen decennia van liberalisering en mondialisering. Maar die scheiding is niet langer vol te houden. Zeker niet nu vooral de opkomst van China ons voor uitdagingen plaatst die de komende decennia de mondiale agenda zullen bepalen. Ook op dit punt biedt de Gaulle's denken belangrijke aanknopingspunten. Tot slot, het gaat om meer dan macht. Het gaat ook om beschaving en de kwaliteit van het leiderschap in Europa. In 1944 probeerde de Gaulle Winston Churchill ervan te overtuigen dat de samenwerking tussen de Europese staten zich zou moeten richten op het bevorderen van een Europees beschavingsmodel. A certain conception of man despite the progressive mechanization of society. Waar staan Europeanen tegenwoordig pal voor? Gezien de groeiende polarisatie binnen samenlevingen en tussen landen is de vraag wat hen, ons, verbindt prangender dan ooit. Voor de beantwoording van die vraag is leiderschap op Europese in plaats van nationale schaal onontbeerlijk. De Gaulle gaf hieraan in zijn leven een geheel eigen, Franstalige invulling, die veel stof deed opwaaien. Maar hij probeerde het. En zijn voorbeeld maakt ook duidelijk dat een leider er een autoritaire stijl op kan nahouden en nationale belangen kan nastreven zonder zich te bezondigen aan onverantwoord populisme of de schending van democratische spelregels. In een tijd waarin het autoritaire leiderschapsmodel weer in zwang is en de macho-politiek de internationale agenda beheerst, is de Gaulle dus ook het toonbeeld van een serieuze en beschaafde leider. Was dat niet de reden waarom The Economist Boris Johnson aanraadde een biografie van de Gaulle te lezen? It might remind him of the importance of both dignity and high seriousness in political affairs.
om over andere westerse leiders maar te zwijgen. De cirkel is rond en ik begeef mij op glad ijs. Ik heb genoeg gezegd, straks komt er meer, en ik eindig met enkele dankwoorden. Dank aan de Atlantische Commissie voor haar bereidheid dit boek te publiceren en deze bijeenkomst te organiseren. Bedankt Bram en ook aan alle andere Atlantici. Dank aan Defensie dat nu voor de tweede keer heeft toegestaan dat ik een boek heb gepubliceerd dat politiek gedoe kan geven. Het zal ook deze keer wel weer meevallen, denk ik zo. Dank aan alle die ik in mijn dankwoord ten onrechte over het hoofd heb gezien. Ten slotte nog dit. Ik heb besloten het boek op te dragen aan de nagedachtenis van professor H.L. Wesseling. Henk Wesseling was een groot historicus die een feilloos oordeel over de grote lijnen van de geschiedenis koppelde aan een literair gevoel voor de kleine anekdote. Hij was de auteur van vele prachtige boeken en artikelen over Frankrijk, waaronder een prachtige biografie over de Gaulle, de man die nee zei. Hij was ook een van mijn leermeesters. En als promotor was hij nauw betrokken bij teksten die ook deel uitmaken van dit boek. Na zijn overlijden in 2018 beloofde ik zijn zoon Jasper het boek, dat toen nog niet af was, af te maken en aan zijn vader op te dragen. Dat doe ik bij deze van ganse harte. Ik kan slechts hopen dat H.L. Wesseling, Henk Wesseling, dat ik hem daarmee recht heb gedaan. Het doet mij dan ook heel veel genoegen om het eerste exemplaar te mogen overhandigen aan mevrouw Wesseling. Dank voor uw aandacht. Moet ik alleen het eerste exemplaar nog vinden? Maar dat heb ik niet te min. Ja. Is daar een trappetje? Is daar een trappetje? Ja. Helemaal goed. Stond wel op het papiertje. Ja, zo is dat. Nou, die is voor u. Dankjewel. Ja, voor de hele familie. Even een foto opportunity. Oh, foto opportunity. Nou, we moeten de armen een beetje strekken, maar dat komt vast helemaal goed. Dankjewel. Graag gedaan. Ik heb er al aan zitten snoepen, maar ik ga er verder mee door. Goed zo. Mag ik iets zeggen? Ja. Mag ik nu iets zeggen? Nee, uiteraard. Waar zal ik zitten, Bram? Misschien wil jij daar gaan zitten? Ja, dat is goed. Ja. Dank u wel. Dat is wel iets, alsjeblieft. Beste Sebastian, ik heb gedacht wat moet ik doen met die jongen die ik niet zo goed ken, maar ik dacht ik zeg gewoon Sebastian. En toen had ik ook nog een probleem, wat zeg ik nou, mijn man of zeg ik Henk? En we zagen elkaar net voorafgaand aan deze gebeurtenis en toen zei Sebastian, ik zeg gewoon Henk. Dus ik zeg nu ook gewoon Henk. Nou, wat er gebeurde in 2 jaar geleden, toen Henk overleed, toen was het vol met prijs en lof. Overal, tijdschriften, kranten, het hield niet op. En daarna wordt het heel stil. En dat is een beetje pijnlijk, maar af en toe waren er dan toch wel weer in een krant, was een citaat. En dan zeggen ze wel eens een keer, want het was toch een geleerde man. Dus er was toch nog wel enig licht. Maar nu jij dit boek hebt in opdracht hebt gegeven aan mijn man, Henk, is dit eigenlijk het toppunt van de lof en de prijs. Dat in ieder geval het jammer is dat hij het niet kan lezen. Hij heeft het al gelezen. Huh? Heeft hij het gelezen? Nou, hij heeft delen ervan gelezen. Oh, gelukkig. Nou, dan ben ik blij, want ik dacht het zou toch zonde zijn. Jullie zijn met z'n tweeën, bezig geweest met de Gaulle. Grappig genoeg heeft eigenlijk, ik heb de bibliografie, indrukwekkend trouwens, heb ik gezien en ik dacht, er zijn weinig Nederlanders die dit waagstuk hebben ondernomen om iets over de Gaulle te zeggen. Jullie twee zijn denk ik toch wel de enige in Nederland dan. Nou, jullie hebben allebei een grote bewondering. Toen ik dat boek wat Henk aan het lezen was, aan het schrijven was, toen ik dat dacht ik van, waarom doet hij dat, die enge autoritaire man? Dus ik heb daarna veel geleerd. Maar in eerste instantie dacht ik, het is eigenlijk toch een beetje een autoritaire man.
Nou goed, jullie hebben allebei een geweldige fascinatie voor zijn visie van de goal, voor zijn onafhankelijkheid, voor zijn eigenwijzigheid. En dat heeft zich dus gemanifesteerd in twee boeken. En eventjes ook nog tussendoor over promovendi en over Henk. Hij had wel een fijne neus voor kwaliteit. En dat had hij natuurlijk ook, de goal had natuurlijk ook behoorlijk veel kwaliteiten. Maar de promovendi en zijn medewerkers en zijn collega's, daar had hij altijd een hoge achting voor. En die waren hem ook heel dierbaar. Dus ik neem aan dat jij als promovendus ook bij die dierbaren behoort. Nou, het verschil in boek, want jij zei net van dat je de persoon van de goal ook tot je, je beschrijving had genomen. Daar zitten natuurlijk toch wel grote verschillen. Jij hebt een wetenschappelijk, helder, overzichtelijk boek geschreven. En misschien minder de huistuin- en keukendingetjes van de goal vermeld. En dat was natuurlijk wat er eigenlijk gebeurde bij Henk. Want we waren een keer in Parijs en toen zei de uitgever, die zei van, joh, waarom schrijf je niet eens een keer een boekje over de goal? En dat heeft hij toen, inderdaad heeft hij zich ter harte genomen en heeft hij dus ook gedaan. Het is een heel, heel ander boek dan jouw boek. En toen ik het aan het lezen was, en hij zat erbij, en ik begon te lezen en ik legde het even weg. En toen zei hij, wat nou? Vind je het niet leuk dan? En ik zei, ja, ik vind het wel leuk, maar wat er gebeurt bij jou, is dat je dus onder het mom van gemakkelijk schrijven en je ziet alles, zitten er natuurlijk toch heel veel geleerde en moeilijke dingetjes in. En dan ook nog dat vleugje humor erbij. Dus ik zei, ik moet het even wegleggen. Dat vond ik niet prettig. Waarom lees je niet door? Dat was eigenlijk het idee. Nou, ik heb jouw boek, wat zo mooi in een oranje bandje zit, heb ik doorgekeken. Ik kon het niet allemaal meteen lezen, maar het lijkt mij een must. Ik ken je al deze mensen niet, maar het lijkt me wel een must voor iedereen die iets wil weten over de laatste politieke ontwikkelingen vanaf 1940. En ik heb er nu al heel veel van geleerd. Ik zag ook natuurlijk je kritische aantekeningetjes in de epiloog. Dat zou ook wel gemoeten hebben, maar het was in ieder geval toch ook leuk om dat te zien. Nou, ik mag niet lang spreken, heb ik al begrepen, en dat doe ik ook niet. Ik wou tegen je zeggen, ik denk dat het boek van Otterspeer over Henk, verzamelen, nadenken, opschrijven, dat motto, ik denk dat jij dat in ieder geval toch ook een beetje tot de elementen van jouw boek hebt gemaakt en ik wou je daar hartelijk mee feliciteren en namens de familie Wesseling je zeer bedanken voor de eervolle opdracht die je gedaan hebt. Dat was het. Oh, ik heb. Dit is. Ah, kijk eens, geweldig. Dat is ja. Wat andere mensen over hem zeggen. Ja. En dit is wat zijn laatste geschrift. Ah ja. Oh. Gebundeld. Ja. Iemand zei van ja, die Wesseling die kan wel bundelen. Ja. Oude dingetjes, maar het is toch leuk. Hartstikke leuk. Ja, heel erg bedankt. Ja, geweldig. Dank u wel voor uw warme woorden. Neemt u gerust weer plaats hier zo. Dat is een beetje een concentratie van historici, zo net. Drie op het podium. Dus ik haast mij nu Paul Bril te introduceren, politicoloog. Degelijke opleiding in Amsterdam. En een van de weinigen in het vakgebied die oog heeft voor het begrip macht en machtsuitoefening. Een begrip dat wel eens verloren lijkt te gaan hier in Den Haag bij beleidsmakers en politici. Dus ik ben blij dat ik hem nu dit thema hier onder uw aandacht kan brengen, want daar zal het ongetwijfeld over gaan. Paul, mag ik je verzoeken? En geeft hem ook even een applaus. Dank je, Bram. Beste aanwezigen, zowel de reëel bestaande hier als de virtuele online. Beste Sebastiaan Rijn. Sta mij toe dat ik je interessante en zeer leesbare boek via een omweg benader. Een omweg die is ingegeven door de coverfoto van het boek. Ik zal het nog even zo ophouden. Dat is een foto waar ik heel lang naar kan kijken. Een foto met een enorme zeggingskracht. De foto is ongetwijfeld genomen
tijdens het ophefmakende staatsbezoek van president Kennedy aan Parijs in 1961, waar hij zichzelf introduceerde als de man die Jacqueline Kennedy begeleidde op haar reis. Nou, dat viel goed. De foto laat zien dat de Kennedys zich zeer bewust zijn van de camera. Kijk ook echt in de camera. Zij poseren. Gastheer Charles de Gaulle daarentegen doet dat niet. Helemaal niet. Hij is aan het praten. En het doet mij denken, en hier komt de omweg, aan de dirigent Willem Mengelberg. Ik ben momenteel betrokken bij het maken van een documentaire over Mengelberg, die voor de Tweede Wereldoorlog gold als de populairste en in elk geval meest gerespecteerde Nederlander na koningin Wilhelmina. Maar die vanwege zijn pro-Duitse houding in ongenade viel en na de oorlog nooit meer een voet op Nederlandse bodem heeft mogen zetten. Zijn houding was inderdaad zeer verwerpelijk, maar we weten inmiddels ook dat Mengelberg zich heeft ingespannen om tientallen Joodse muzici te behoeden voor deportatie naar Duitsland, merendeels met succes. Wat betekent dat hij in zekere zin hun leven heeft gered. Mijn vader, Samuel Bril, cellist in het Concertgebouworkest, was één van hen. Over die twee kanten van Mengelberg gaat de documentaire. In dit verband heb ik tientallen foto's van de maestro bekeken. En wat na een tijdje opvalt, is dat hij, als het om foto's van een gezelschap gaat, bijna altijd aan het woord is. Hij achtte zich het vanzelfsprekende middelpunt, ook als hij in gesprek was met Seyss Inquart en andere Duitse kopstukken. Het paste ook bij zijn diepe overtuiging dat cultuur verre superieur was aan politiek. Er zijn natuurlijk enorme verschillen tussen Mengelberg en de Gaulle, niet in de laatste plaats in lengte. Mengelberg was echt zeer klein. Maar ik proef toch één overeenkomst. Een onwankelbaar geloof in de eigen statuur en in de leidende rol die jou is toegevallen. In het geval van de Gaulle komt daar nog bij de rotsvaste overtuiging dat Frankrijk een historische strategische missie vervult. In het slothoofdstuk van zijn boek voert Sebastian Rijn een saillant experiment uit. Namelijk het what-if-experiment. Wat zou er gebeurd zijn als de Gaulle niet Kennedy en Lyndon Johnson tegenover zich had gevonden als leider van de Verenigde Staten, maar Richard Nixon, die een veel grotere ontvankelijkheid had voor het geopolitieke denken van de Franse president. En die dan ook nog Henry Kissinger aan zijn zijde had gehad, de man die zoveel bewondering had voor de Gaulle's wereldbeeld. Want met zijn goed ontwikkelde gevoel voor intelligente wisecracks verkondigde Kissinger in 1965: de Gaulle heeft inzichten die groter zijn dan zijn macht, terwijl Amerika een macht heeft die groter is dan zijn inzichten. Zo'n what-if-experiment raakt aan de vraag wat de rol van het toeval is in de geschiedenis. Historici hebben daar nooit goed raad mee geweten. Bij voorkeur zien ze de loop der gebeurtenissen als een redelijk vloeiende beweging van oorzaak en gevolg. Aan de andere kant van het geschiedkundig spectrum heb je ook een stroming die nauwelijks logische en structurele ontwikkelingen wenst te erkennen. Dat is de zogeheten neus van Cleopatra-visie, fraai geschetst door de Britse historicus E.H. Carr in zijn bundel What is History? In deze visie was de vermaarde zeeslag bij Actium in 21 voor Christus niet zozeer het resultaat van een heuse machtsstrijd tussen Marcus Antonius en Octavianus, maar vooral van Antonius' verzengende verhouding met de Egyptische koningin Cleopatra. Had zij niet zo'n uitzonderlijk mooie neus gehad, dan had hij zich nooit laten verleiden tot een riskante zeeslag. En zou hij niet het onderspit hebben gedolven tegen de latere keizer Octavianus, alias Augustus. En dan zou dus de hele geschiedenis nadien een totaal andere loop hebben gekregen. Of misschien toch ook niet. Ik heb lang geleden een buitengewoon slimme studie van een Britse militaire historicus gelezen die zich afvroeg wat er zou zijn gebeurd als niet Montgomery, maar Rommel had gezegevierd bij Alemijn. Via een vernuftige redenering kwam hij uit op de conclusie dat de Britten het oprukkende Duitse leger uiteindelijk toch tot staan zouden hebben gebracht, zij het een jaar later en pas bij de rivier de Jordaan. Maar ook dan zouden we vandaag dus niet in het Derde Rijk hebben geleefd en gewoon Nederlands hebben kunnen spreken. In een nog mildere vorm gebeurt zoiets ook bij het what-if-experiment van Sebastian Rijn. Ik citeer.
Het is veilig om aan te nemen dat de Amerikaans-Franse betrekkingen minder antagonistisch zouden zijn geweest als de VS al vanaf 1960 zouden zijn geleid door Richard Nixon. Met name zou Washington minder afwijzend hebben gestaan tegenover het Franse atoomwapen. En mogelijk zou de Gaulle geneigd zijn geweest om meer water in de wijn te doen waar het ging om de relatie met de VS. Maar per saldo zouden de politieke verhoudingen waarschijnlijk niet substantieel anders zijn geweest, stelt Sebastian Rijn vast. Voornaamste reden, de Gaulle mogen nog zulke interessante en relevante geopolitieke opvattingen hebben gehad, maar die hadden nu eenmaal beperkte aanhang in Europa en spoorden te weinig met de vanzelfsprekende prioriteiten van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Anders en simpeler gezegd, de Gaulle was een groot man met grote ideeën, maar Frankrijk was niet de grote mogendheid die dingen naar haar hand kon zetten. Dat had Kissinger goed begrepen. Het is inmiddels meer dan 50 jaar geleden dat Charles de Gaulle het wereldtoneel verliet. Het Franse politieke bestel heeft sindsdien ingrijpende veranderingen ondergaan, maar gaullistische aspiraties zijn altijd een rol van betekenis blijven spelen in het Élysée. Dit ondanks het feit dat de discordantie tussen idee en werkelijkheid, tussen conceptie en macht eigenlijk alleen maar groter is geworden. Ik moet erbij zeggen dat ik beslist een zwak heb voor de joyeuze en vanzelfsprekende eigendunk die Franse politici en diplomaten met zoveel gemak etaleren. Ik kan mij er persoonlijk niet op beroemen dat ik over zeer directe bronnen beschik in de top van de Franse diplomatie, maar een goede buitenlands journalistieke kennis heeft die wel en daar praat ik regelmatig mee. En ik luister dan met smaak naar zijn verhalen over Franse topdiplomaten die in vertrouwen hun beklag doen over bijvoorbeeld het gebrek aan strategisch vernuft bij hun Duitse collega's. Let wel, we hebben het over collega's die afkomstig zijn uit het land dat Frankrijks meest toegewijde bondgenoot is. Maar mijn steelse bewondering voor die Franse eigendunk heeft ook haar grenzen. De eerste grens wordt getrokken door het besef dat de hooggestemde boodschappen uit Parijs over de missie van Europa toch altijd sterk rieken naar het eigen belang van een land dat er al maar niet in slaagt om broodnodige economische hervormingen door te voeren. En daarnaast, eerlijk gezegd, valt er ook wel wat af te dingen op de eminentie van het Franse geopolitieke denken. De afgelopen weken hebben we daar een saillant voorbeeld van gezien. De schokgolf van de vernietigende explosie in de haven van Beirut bracht president Macron ertoe om persoonlijk af te reizen naar Libanon met de intentie om de Libanezen een hart onder de riem te steken en, belangrijker nog, de stoot te geven persoonlijk tot de politieke hervorming waarna een groot deel van de bevolking al zo lang smacht. Een sympathieke intentie die echter weinig kans van slagen heeft als je niet de wil en de kracht hebt om iets te doen aan wat au fond de belangrijkste bron is van het kwaad dat Libanon teistert, namelijk de machtspositie van Hezbollah, die fungeert als de plaatselijke arm van het Iraanse regime. Niets wijst erop dat Macron op dit essentiële punt iets wil en kan uitrichten. Toevallig speelde terzelfde tijd de onverkwikkelijke affaire rond de Russische oppositieleider Navalny en de uiterst dubieuze rol die het Kremlin heeft gespeeld bij zijn vergiftiging. Het was niet Frankrijk, maar Duitsland dat voor Navalny in de bres sprong. Niet de vaandeldrager van vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar de beschermvrouwen van democratische stabiliteit. Angela Merkel maakte van haar hart geen moordkuil en slaagde er niettemin in om Navalny naar Berlijn te krijgen. Toen dacht ik, Franse diplomaten mogen dan meesmuilen over het tekortschietend Duits strategisch vernuft. Maar als het erop aankomt, hebben we misschien toch iets meer aan Merkels volharding dan aan Macrons verhevenheid. Nu heb ik even het gevoel dat ik Sebastian Rijn als iemand die zoveel kennis heeft van Frankrijk bijna mijn excuses moet aanbieden voor deze conclusie. Maar misschien toch ook niet. Dus ik eindig met het uitspreken van de wens dat zijn buitengewoon weloverwogen geschiedkundige analyse zijn weg vindt naar iedereen die een beetje geïnteresseerd is in de internationale verhoudingen. Veel succes ermee. Paul, je mag hier even blijven staan. We krijgen nu een kleine wisseling van decor. Je krijgt daar een stoel aangeboden.
En vervolgens is er gelegenheid om met het publiek hier in discussie te gaan. Wat zeg je? Ja, Georgie, ja. Ja, kijk. Geweldig. Goed, twee ja, zeer rijke introducties hebben we gehad. Veel onderwerpen zijn de revue gepasseerd. En ik nodig u graag uit vanuit de zaal om te reageren hierop. Maar misschien mag ik eerst aan Sebastian vragen of hij een vraag heeft voor Paul. Want hij heeft een aantal zaken genoemd die, denk ik, toch ook wel jouw studie zelf reageren. En misschien dat je daar nog iets over wil zeggen. Nee, ik vond het heel mooi, Paul, dat je uit de epiloog ook oppikte. In die epiloog zijn eigenlijk twee vragen die ik probeer te beantwoorden. De ene vraag is een what-if scenario, wat voor een historicus eigenlijk niet de bedoeling is. Ik had ook willen zeggen van ja, ik ben aan de ene kant een serieuze historicus, maar aan de andere kant ben ik een dienaar van het algemeen belang. En die kant heeft vooral in dat deel van het boek gesproken. Dus in die zin is het boek ook wel gaat over geschiedenis, maar het is ook niet helemaal vrij in de epiloog van opvatting. En daar loop ik ook niet voor weg. En het andere element, andere vraag die daar wordt gesteld is, had de Gaulle gelijk? Nou, ik denk aan de ene kant inderdaad een man die bewondering afdwingt. Waar je ook blijk, tenminste waar je ook op aangewezen hebt. Maar tegelijkertijd, dat betekent niet dat zijn geopolitieke denken boven alle kritiek verheven is. Integendeel zelfs, en uiteindelijk heb jij dat ook, dat heb je ook uiteengezet. Dus het komt niet, laten we zeggen, het Europese leiderschap kan niet alleen komen van één leider en ook niet alleen komen uit Frankrijk. In die zin ben ik het eigenlijk met je eens dat ook uit andere hoofdsteden moet komen. En de vraag, denk ik, die ik vooral ook door dit boek wil opwerpen is, wat is nu de rol van Nederland in dit verhaal? En hoe zit het met ons geopolitiek denken? En wat zijn onze strategische richtingen? En daar hoop ik met dit boek ook een bijdrage aan te hebben geleverd vanuit de geschiedschrijving. Nou, dat kan ik alleen maar bevestigen. Ja. Ik denk dat wij, je merkt in Nederland altijd een zeker ongemak in de wijze waarop we naar Frankrijk kijken. He, dus we hebben altijd moeite met, behalve als de landen echt groot zijn zoals Amerika, Rusland, China, maar met zo'n tussenmacht, hè, die wel duidelijk groter is dan wij, maar niet echt een supermacht is, dan hebben wij moeite met een land dat zich positioneert als een mogendheid met een verhaal aan de wereld. Hè? In ieder geval met een verhaal aan Europa, maar in die zekere zin ook een verhaal aan de wereld. En van lieverlee zijn we nogal eens geneigd om dan ook te denken, er moet helemaal geen verhaal zijn. Er is eigenlijk geen verhaal. Er zijn alleen nog maar belangen. En die belangen die blijven ook eigenlijk altijd hetzelfde. Ik vind dat goed te merken, maar het is iets wat jij veel beter weet en veel beter kunt zien. Dat in Nederland een discussie over wat betekent de veranderende opstelling van de Verenigde Staten in de wereld. Die zichzelf een andere rol begint toe te meten. Iets wat zeer waarschijnlijk doorgaat, zelfs als Biden op 3 november wint. Dat die discussie in Nederland heel moeizaam van de grond komt, omdat wij houden niet van dat soort discussies. We klampen ons toch liever vast aan de allianties die er zijn, de strategische concepten die we nou eenmaal ooit hebben ontwikkeld. Ja. Ja. Maar zou je misschien in dat licht ook pleiten voor een koerswijziging van Nederland? Nou, ik heb aansluiten bij een Frans-Duitse samenwerking? Nou ja, ik heb heel lang daar ontzettende aarzelingen over gehad. Ook omdat ik vind dat de militaire rol die de Verenigde Staten speelt, en die natuurlijk gewoon zo essentieel is voor onze veiligheid, zo moeizaam kan worden overgenomen door Frankrijk en Duitsland. Ja, door Duitsland al helemaal. Ook als je kijkt naar de
Als je, dan heb ik het iets meer over Duitsland. Als je kijkt naar de publieke opinie en hoe die aankijkt tegen geopolitieke vraagstukken. Het pacifisme in Duitsland is natuurlijk toch vrij wijdverbreid. Frankrijk heeft natuurlijk toch inderdaad altijd de neiging om altijd het Franse belang voorop te zetten. Nou, begrijpelijk, maar dat kan voor ons wel eens, voor de rest van Europa toch wel eens een probleem zijn. Dus heel lang heb ik gedacht, nee, we moeten zo lang mogelijk de Amerikanen vasthouden en de NAVO en het Atlantisch Bondgenootschap voorop stellen. Maar ik begin er de laatste tijd toch aan te twijfelen, omdat je ziet dat, omdat je werkelijk ziet dat er een serieuze mogelijkheid is dat een Trump in zijn tweede termijn, als die de geest krijgt, en dat bedoel ik niet in positieve zin, een negatieve geest krijgt, gewoon uit de NAVO treedt. Dat is niet langer een puur theoretische mogelijkheid. Als zo'n kaart op tafel ligt, dan zouden we wel gek zijn als we niet minimaal nadenken over een alternatieve strategische constellatie. Ja. Helder. Dank je. Wil je daar nog op reageren? Ik ben het daarmee eens. Ik denk dat we dat Nederland en Europa, Europese lidstaten, gedwongen worden, maar zeker ook Nederland, om zich strategisch opnieuw te oriënteren. En dat betekent geen radicaal afscheid van de transatlantische samenwerking, want het blijft toch belangrijk. Maar het is wel zo dat de Britten een andere verhouding gaan aannemen ten aanzien van de Europese Unie. Uh-huh. De Amerikanen gaan een weg ook een andere verhouding zijn gaan aannemen ten aanzien van Europa. America First beleid heeft consequenties. Dus Europese lidstaten van de NAVO zijn veel meer op zichzelf aangewezen. En dat betekent toch dat je de politieke samenwerking met lidstaten, met in het bijzonder met Frankrijk en Duitsland, anders gaat invullen, denk ik, dan we de afgelopen decennia gewend waren te doen. Dus in die zin denk ik inderdaad dat een dergelijke heroriëntatie wel aan de orde is. Dat geldt natuurlijk niet voor heel Europa. Hè. In Midden-Europa denken ze daar toch een tikkeltje anders over. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat maakt het ook ingewikkeld. Ja. Want Europa is niet één. Ja. Maar we moeten in ieder geval met onze buurlanden, de grote buurlanden, denk ik toch zoveel mogelijk streven naar convergentie van beleid en opvatting. Vraag uit de zaal. Ik zag al een vinger. Er komt iemand naartoe met een microfoon. Daar kunnen de kijkers thuis het ook horen. Okay, ja, het is nodig. Dus, ja. In aanhaking op wat je zegt, ben ik benieuwd wat voor lessen je vanuit Charles de Gaulle, wat we daarvan kunnen leren, over hoe hij keek naar de natiestaat en de Europese samenwerking. Want ik begreep uit je verhaal dat hij ook Frankrijk en de Franse belangen heel goed behartigde en tegelijkertijd heel goed de samenwerking in kon zetten op een manier die vruchtbaar was. En daar zitten waarschijnlijk ook wel lessen in hoe we dat nu zouden kunnen doen. Ja, de belangrijkste vind ik eigenlijk het tweede punt wat ik in mijn afsluitende observaties zei. Dat is dat Europese leiders, Angela Merkel, ook Macron, ook Rutte, moeten op Europese schaal leren denken en eigenlijk ook het Europese handelen. Op Europese schaal leren handelen of kunnen gaan handelen, bevorderen. Dus niet vanuit uitsluitend het nationale belang denken, maar je realiseren als leider van een land dat het belang van jouw land het best gediend is met de convergentie met andere landen in Europa. En dat betekent ook dat je dus open moet staan voor verdergaande ideeën. Die de Europese samenwerking, politiek en ook militair, verder kunnen brengen. De vervolgvraag? Ja, zeker. Ogenblik. Ik weet niet of ik het goed heb verstaan, dat je vertelde dat de Gaulle in Amerika daarin een goed voorbeeld zag. Is dat een conclusie voor mij die ik daar? Dat niet, maar dat brengt me op een ander punt. Ik denk dat er wordt ook wel eens gezegd dat de Amerikanen waren lang eigenlijk de grootste Europeanen. Omdat de Amerikanen keken naar Europa, het Europese continent, als één geheel. En waren beter in staat dan veel Europeanen om ook op continentale schaal te denken. En dat heeft in de jaren 50 en 60 bijvoorbeeld geleid tot krachtige steun voor de Europese samenwerking.
Maar dat moet vanuit Europa zelf komen. Natuurlijk kwam er ook veel vanuit Europa zelf, maar die Amerikaanse beschermheerschap, dat is wel steeds heel. Maar dat beschermheerschap is daar niet meer. De Amerikaanse beleid is niet gericht op versterking van Europa. Dat zal Europa toch echt zelf moeten doen. Het moet komen uit de landen en moet komen vooral uit de bepaalde lidstaten zoals Frankrijk, Duitsland, maar ook Nederland. De Britten spelen daarin eigenlijk geen rol meer. En dat hangt dus ook af van leiders die bereid zijn of die in staat zijn om dat Europese belang te verwoorden. En het belang van Europese samenwerking te verwoorden. Vandaar dat ik ook denk van nou, dat op Europese schaal leren denken, geopolitiek en strategisch, is echt van heel groot belang. Ook om Europa bij elkaar te kunnen houden. Want inderdaad, het is zo dat landen in Oost-Europa anders naar de wereld kijken dan de landen in Zuid-Europa of een land als Nederland. Maar we zullen toch moeten proberen om dat op één noemer te brengen. En dat is in belang van allen die op het Europese continent wonen. Ja. Misschien om even terug te komen op de goal. Ik denk dat je wel zou kunnen zeggen dat zijn visie van hoe Europa moet functioneren, namelijk eigenlijk als een Europa der vaderlanden, meer dan als een supranationaal Europa, dat wel een zekere, zekere revival heeft beleefd, eigenlijk vanaf de kredietcrisis. Omdat je toen zag dat de regeringsleiders toch geleidelijk aan een belangrijke rol speelden. En je ziet nu ook, in plaats van de Europese Commissie, en je ziet nu ook weer bij de samenstelling van de nieuwe Europese Commissie, ja, dat is toch gewoon, komt helemaal uit de koker van, ja, vooral Macron, maar dus zeg maar van de regeringsleiders. Veel meer dan wat natuurlijk het Europese parlement graag zou willen, dat het helemaal als het ware van onderop komt. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen dat is bepaald geen slechte ontwikkeling voor Europa, al was het maar omdat de regeringsleiders werken met een veel groter democratisch mandaat dan, toch, hoe je het ook bent of keert, de Europese Commissie. Ik weet niet of je het daarmee eens bent, maar... Ja. Goed. Pien. Ja. Een ogenblik, even de microfoon. Ja, hierbij aansluitend vraag ik me dan af, jullie stellen vast dat het belangrijk is dat Europa sterker wordt. En daarbij hoor ik dus eigenlijk automatisch de aanname dat de deelstaten daar en de regeringsleiders daar de rol spelen. Anders kunnen we nog bedenken de Europese Commissie. Maar we hebben natuurlijk ook het Europa van de Europeanen. En dus dan ben ik heel erg benieuwd hoe jullie denken over de politieke beweging Volt. Die natuurlijk juist probeert de Europese democratie te verstevigen vanuit de haarvaten. Dus down, up. En zelf denk ik dat het in ieder geval een rol zou kunnen spelen in het revitaliseren van de Europese idee en de democratie, die natuurlijk in het Westen enorm belangrijk is geweest voor wat we zijn en hoe we in ons ontstaan en onze vorming. Maar zien jullie dus vervolgd in deze discussie, zoals je hem nu voeren, ruimte? Daar ben ik dus heel benieuwd naar. Weet jullie allemaal wat Volt is? Ja, ja. Want anders moeten we dat misschien eventjes... Misschien even voor degene thuis, ja. Even heel snel. Ja, Volt is een politieke beweging die zich heeft gemeld voor de verkiezingen van het vorige Europese parlement. En die als niet dus via... die niet nationaal via de nazistaat dus in het Europese parlement, maar als Europese partij wil worden verkozen, hebben bijna ook, is dat gelukt. Hè? En ze hebben nu ook ze hebben nu in het Europese parlement wel een vertegenwoordiging. Het is begonnen in, en wat ze verder hebben, is dat ze per, in alle Europese, een heleboel Europese steden, zijn er mensen actief voor deze Europese beweging. En dat is dus een soort van Europa van steden. Dus in Den Haag is er ook een Volt. En er zijn vooral veel in Duitsland en Italië, veel steden met Volt-afdelingen. Maar
Daar is de dichtheid van de steden die dus een VOLT-afdeling hebben het grootst, als je kijkt naar die kaart. Maar het zit ook in alle andere Europese landen. En het is dus de bedoeling dat hier Europa vanaf de grond weer opnieuw wordt opgebouwd. Hè? En goed, ik ben dus heel benieuwd hoe jullie hier over denken. Ja, ik verwacht eigenlijk niet dat dat doorslaggevend dat daarmee een deuk in een pakje boter wordt geslagen. Dat denk ik niet. Ik denk toch dat die nationale ruimtes en context die blijven zo bepalend voor de politiek. Ik denk toch echt dat het vooral van leiderschap, van politieke leiders zal moeten komen die doordrongen zijn van de belangen die op het spel staan. Niet alleen voor hun eigen land, maar ook voor de veiligheid van en stabiliteit op het Europese continent. En dat op dat niveau, op het niveau van staten, en dan komen we toch eigenlijk wel weer uit bij de goal en de intergouvernementele samenwerking die hij voorstond. Het vermogen van leiders om Europese oplossingen ook niet alleen na te streven, maar ook uit te leggen aan hun eigen bevolking, hun eigen electoraat. Ik zie niet zo snel, het niet zo snel gebeuren dat vanuit de bevolking zelf komt. Maar er zijn wel thema's zoals migratie bijvoorbeeld, massamigratie, maar ook een onveilige Europa en een geopolitieke, veranderende geopolitiek, die leiders noopt tot het zetten van nieuwe stappen. Ik vond overigens de uitspraak van Macron wat dat betreft wel slim, dat waar hij naar streeft is l'Europe qui protège. Daarmee verbindt hij de noodzaak van bescherming van samenlevingen en van op alle niveaus, niet alleen tegen statelijke dreigingen, maar ook op alle niveaus, verbindt hij aan het doel van Europa. En ik denk inderdaad ook dat die veiligheidsagenda steeds belangrijker wordt om het belang van Europese samenwerking te ondersteunen. Maar daar ligt vooral een rol voor de politieke partijen, denk ik, en politieke leiders om dat verhaal, om die besluiten te nemen. Daarop, Paul, wil jij hier nog op reageren? Nou, ik ben helaas niet zo heel veel optimistischer. Waar we natuurlijk mee te maken hebben in Europa, is de belangrijkste tegenkracht tegen Europa, is de euroscepsis. In vrijwel alle landen die ertoe doen. En het komt er dus meer op aan dat gematigde leiders zoals Macron toch natuurlijk uiteindelijk is, erin slagen om door, laten we zeggen, Europese samenwerking en nationale identiteit op een of andere manier aan elkaar te koppelen, dat ze het hoofd boven water houden. Want ik bedoel, voor hetzelfde geld wordt hij bij de volgende verkiezingen verslagen door Le Pen. Dat is eigenlijk de politieke strijd die toch op dit moment het meest urgent is. En dan kun je veel sympathie hebben voor een groepering die probeert breed Europees zich te organiseren en een soort Europese partij te vormen. Nou, ik bedoel dat niet cynisch, ik zou zeggen good luck. Maar voor de nabije toekomst gaat het erom, slagen de Merkels en de Macrons en de Rutte's erin om het hoofd boven water te houden. En dat is al moeilijk genoeg. Ja. Ja. Is er nog tijd voor één prangende vraag? Arnold Brouwer. Ja, eerst een korte opmerking. Zo leuk om te horen dat de Gaulle het Amerikaanse idealisme eigenlijk zag als een soort vermomde machtspolitiek. Je kunt in deze tijd exact hetzelfde horen uit de mond van Vladimir Poetin. Dus dat thema is nog altijd actueel. Mijn vraag gaat over, je had het eerder over autoritaire landen, autocratieën en vrije landen. Met die toegenomen noodzaak om het Europees allemaal te organiseren, hoe gaan we die overkoepelende strijd die we deze eeuw ook nog gaan beleven, hoe gaan we die winnen? Vraagt dat dan ook niet om erom dat die Europese landen contact zoeken met lotgenoten elders in de wereld die met dezelfde problemen kampen, zoals externe beïnvloeding, et cetera, et cetera. Dat is één vraag. Tweede vraagje, kort aansluiten bij Frankrijk en Duitsland. Ja, maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar Griekenland, Turkije of naar Libië,
dan zie je dat Frankrijk en Duitsland, dan is dat soms in de praktijk best moeilijk. Want dan probeer je bij ze aan te sluiten, maar dan blijken ze veel verschillend over die dingen te denken. Dus daar zie ik ook een probleem. Ja, ja, kijk, ik denk dat we nu, hoe dan ook altijd een hele grote vraag is geweest de afgelopen jaren, is als die geopolitieke verhoudingen zich verscherpen, en dat hebben we de afgelopen 10, 15 jaar zeker gezien, en zeker de afgelopen jaren hebben we gezien, wat gebeurt er dan met Europa? En dan zijn er twee, misschien drie mogelijkheden, maar zeker twee extreme. De ene mogelijkheid is dat Europa zich verenigt om het hoofd boven water te houden in een rauwere wereld. De andere mogelijkheid is dat Europa een speelbal wordt van andere grootmachten. Ik vrees dat we veel van dat laatste op dit moment toch zien. Russische invloed, in toenemende mate ook Chinese invloed, natuurlijk ook Amerikaanse invloeden. Maar dat Europa toch best moeilijk heeft om in die multipolaire wereld, waarin die belangentegenstellingen dus scherper zijn geworden, om overeind te blijven. En om overeind te kunnen blijven, moet die convergentie tussen een Parijs en een Berlijn, maar ook met een Den Haag, laten we zeggen, die convergentie die moet er komen. Omdat we anders uit elkaar worden gespeeld. En dat gaat een tol eisen. Vroeg of laat, hetzij economisch, qua invloed, maar ook op het punt van veiligheid. En daarin moet Europa veel weerbaarder worden. En de prijs die voor weerbaarheid moet worden betaald is toch minder nationale autonomie en meer Europese convergentie. Paul, wil je daar nog iets aan toevoegen? Nou ja, het is duidelijk dat we natuurlijk een stevig probleem hebben zolang Europa niet in staat is om een sanctiebeleid ten aanzien van Wit-Rusland, Belarus, uit te stippelen, alleen omdat Cyprus dwars ligt. En dat kunnen Frankrijk en Duitsland kennelijk op dit moment nog niet doorbreken. Dus ja, dan hebben we een fors probleem. Goed, het lijkt me de juiste opbeurende woorden om deze bijeenkomst mee te besluiten. Heel veel dank aan jullie allebei. Het is over 5, dus ik wil deze bijeenkomst sluiten. Nog een paar zaken. Op 12 juli vorig jaar ontving ik een mailtje van Sebastiaan met een korte mededeling. Ik heb een boek en wil je het uitgeven? Ik heb daar niet heel lang over hoeven na te denken. Gezien zijn status als bestselling author bij de Atlantische Commissie. Zijn eerdere boeken zijn namelijk heel goed verkocht. En ook gezien zijn eruditie en bekendheid met het onderwerp hoefde ik niet eens het manuscript te lezen om meteen ja te zeggen. Dus ik ben weer blij dat we weer zo'n soort huwelijk zijn aangegaan, Sebastiaan. En ja. Ik reken erop dat het boek weer zijn weg zal vinden naar nationale en internationale experts. Veel dank voor jouw inzet en ik kijk alweer uit naar de volgende titel. Al weet ik niet precies hoe je dat thuis allemaal regelt, maar... Nee, dat moet ik zo nog even bespreken. Dat zal best wel, ja, ja zeker. Heel veel dank u allen voor uw aanwezigheid hier. Dank aan Paul voor het commentaar. Dank aan de familie Wisseling voor de aanwezigheid. En tot slot, u wil natuurlijk graag weten, hoe kom ik in bezit van het boek? Er is een intekenlijst, die ligt daar op het tafeltje als het goed is. En anders stuurt u een mailtje naar info@atlcom.nl. En daar noemt u gewoon het boek van Sebastiaan Rijn en uw naam en adres. En dan krijgt u dat toegestuurd. Dank voor uw aanwezigheid nogmaals en graag tot ziens. Dank u wel.